Graag had ik een boek willen voorstellen van de boodschappen van Maitreya, doorgegeven aan Benjamin Graham, een Britse kunstschilder en esotericus. Deze unieke boodschappen geven een eerste indruk van wat Maitreya, de hedendaagse mens, te zeggen heeft. In totaal zijn er zo 140 boodschappen in het openbaar gekomen. Die boodschappen werden door Benjamin Graham aan het publiek doorgegeven. Ook was het Benjamin Graham zijn eigen stem die als gevolg van de overschaduwende energie van Maitreya overigens wel wat krachtiger en anders klonk dan gewoonlijk. Een boek dat ik zelf gebruik om iedere morgen mijn dag te beginnen. Het heeft als titel Boodschappen van Maitreya, de Christus. De lezer wordt aangeraden één boodschap tegelijk te nemen en die hardop te lezen. Zo kan men de ritmische, mantrische kwaliteit van elke boodschap beter ervaren. Het is bijna onmogelijk deze boodschappen hardop en met aandacht uit te spreken, zonder daarmee de energie van Maitreya, de respons van zijn hart, op te roepen. De boodschappen zijn ogenschijnlijk eenvoudig. Velen maken bij hun meditaties alleen en in groepen gebruik van de cassettebanden, waarop deze boodschappen zijn opgenomen. De energieën van de Christus, zoals die op de band werden vastgelegd toen de boodschappen gegeven werden, komen telkens, wanneer ze afgespeeld worden, opnieuw vrij. En zo verhogen ze de kwaliteit van de meditatie. Hier volgt een van de boodschappen uit het boek. Boodschap nummer 11. Dierbare vrienden, ik ben verheugd opnieuw bij jullie te zijn. Het is mijn plan dat mijn lering voorafgaat aan mijn aanwezigheid en mijn weg bereidt. Mijn mensen zullen haar bekendmaken door middel van hun groepen en groepsinspanning. Wanneer de mensheid enigszins is voorbereid, zal mijn stem worden gehoord. Intussen werpen mijn inspanningen vruchten af. Ze brengen verandering teweeg. Ze brengen mensen en volkeren tezamen en geven de wereld nieuwe hoop. Ik treed spoedig naar voren, maar eerst wil ik de nieuwe richting wijzen die de mens moet inslaan, wil hij overleven. Allereerst moeten de mensen zichzelf zien als broeders, zonen van de ene vader. Dit is essentieel als zij ook maar één stap nader willen komen tot God. Over de hele wereld zijn er mannen, vrouwen en kleine kinderen die niet eens het allernoodzakelijkste bezitten om in leven te blijven. Zij verdringen zich in de steden van veel van de armste landen in de wereld. Deze misdaad vervult mij met schaamte. Mijn broeders, hoe kunnen jullie deze mensen voor je ogen zien sterven, als en jezelf mens noemen? Het is mijn plan om hen, mijn kleinen, te redden van een wisse verhongering en nodeloze dood. Het is mijn plan jullie te laten zien dat de uitweg uit je problemen ligt in het opnieuw luisteren naar de ware stem van God
in je hart. In het delen van de voortbrengselen van deze zo overvloedige wereld met je broeders en zusters, waar ze ook zijn. Ik heb jullie hulp nodig. Ik doe een beroep op jullie, mij te helpen bij mijn taak. Hoe kan ik afzijdig blijven aan deze slachting, aan zien en mijn kinderen zien sterven? Nee, mijn vrienden, dit kan niet. Daarom ben ik haastig weer in jullie midden gekomen, om jullie de weg te tonen, het pad te wijzen. Maar het succes van mijn missie hangt van jullie af. Jullie moeten de keuze maken, samen delen en leren in vrede te leven als ware mensen of algehele ondergang. Mijn hart vertelt mij jullie antwoord, jullie keus en verheugt zich. Mogen het goddelijk licht en de liefde en de kracht van de ene, allerheiligste God, nu neerdalen in jullie hart en denken. Mogen dit licht en deze liefde en kracht jullie ertoe brengen dat te zoeken wat in stilte in jullie huist. Vind dat en weet dat jullie goden zijn. Wenst u dit boek te bestellen? Of wenst u meer te weten over transmissiemeditatie? Bezoek dan onze website transmissionbelgium.be. Wenst u dit boek te bestellen?